Ik wens jullie allen een hele prettige avond. Marieke, jij geef ons, laat ons inspireren door wat ik hier al stiekem zie staan, wat jullie niet zien. Oh ja, sorry. Graag een warm applaus voor Marieke. Jullie horen mij allemaal? Nou, deze prachtige introductie, moet ik eigenlijk niks meer te zeggen. Ik kan gewoon beginnen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop jullie vanavond te inspireren. Ik heb 12 hele leuke stukken. Die staan hier allemaal onderin klaar. Die mogen jullie dus niet zien, hè? Ik ga even een paar handelingen voordoen. Dan leg ik wat dingetjes uit. Ik vertel wat over die materialen. Het is een beetje een onhandig dingetje, maar we moeten hier zitten, hè? Ik vertel wat over de materialen en dan haal ik dat stuk tevoorschijn. Daar vertel ik er nog even iets over. En mocht het dan gewoon niet duidelijk zijn voor u, dan kunt u altijd in de pauze even langskomen en even wat vragen. Je hebt in ieder geval in de pauze de gelegenheid om die stukken allemaal goed te bekijken. Ik ga hard aan het werk. En ik hoop jullie te inspireren vanavond. Fijne avond. Ik ga vanavond beginnen met een soort van krans. Als je met tuin doorloopt, dan zie je allereerst alle verschillende soorten malensappeltjes. Allemaal rozenbottels die nou prachtige botteltjes hebben. Dus die borers zijn ingezakt. En wat krijg je dan? Dat rode van die appeltjes en die botteltjes. Dus als je dan bij mijn voordeur komt, dan moet er natuurlijk ook zoiets aan mijn voordeur hangen. Dus wat gaan we doen? Je neemt een heel klein stukje oase, dat kleine stukje oase, daar wikkel je mos omheen. Oké? Op deze manier. Dan neem je een aantal takken. Dit zijn berkentakken. Kijk, die wikkel je daar omheen. Zie, zo. Even goed vast. Kijk, dan krijg je dit. Dan knip je dat af. Dan haal je het voor de zekerheid hieronder nog even een keertje doorheen. Zo. En dan heb je in het klok, daar hangt een klepeltje en dan heb je een klein lusje. Dan haal je die draad door dat lusje heen. Nou heb ik daar niet zoveel licht op staan, maar ik heb het. Dan haal je door dat lusje heen en dan trek je die draad aan. Nou, natuurlijk, thuis gaat het allemaal zo soepel, hè? En hier zit je te frutten. Dan komt dus die draad terug en dan hecht je hem even af om een tak of om een draad heen die er zit, een binding, dat die goed stevig daarin zit. Kijk, en dan heb je dit zo. Ja, dat doe je twee keer, dus dat doe je ook in die andere klok. Als je dat in die andere klok gedaan hebt, dan pak je die takken met kleine stukjes draad, kleine stukjes wikkeldraad, maak je die takken aan elkaar. Ja, dus dan krijg je eigenlijk een soort hoefijzer van takken. Nou, en dan kun je eigenlijk allerlei materialen met een wikkeldraadje vastbinden op die takken. Kijk, dat doe ik bijvoorbeeld zo, zo'n klein draadje. Even een draadje eromheen. Kruisen, aandraaien en dan heb ik een super mooi klein combinatietangetje. Daar draai ik het verder mee aan. En zo heb ik bijvoorbeeld Nordman. Dat kan ik aan die takken binden. Allemaal met kleine stukjes draad.
Kijk, een malersappeltje is uit de tuin. Dit is de Malers Red Sentinel. Dat is het appeltje wat het langste eigenlijk goed blijft. Dus met kerst heb je vaak nog hele mooie appeltjes. Dat is altijd lastig om die aan de takken te binden. Want die moet je eigenlijk moet je er geen draadjes doorheen halen, want dan rot hij heel snel weg. Maar als je hier het draadje omheen pakt, blijft hij heel lang goed. Dus al die kleine materiaaltjes, die wint ik daarop vast. Malersappeltjes. Ik heb ook nog wat rozenbotteltjes gebruikt. Dit zijn de Rosa Multiflora. Dat is een struikroos die hele mooie kleine botteltjes geeft. Die zijn er in oktober af, door de vogels opgegeten. Maar daarvoor pluk ik ze en dan droog ik ze. Dus dan kan ik met kerst die gedroogde botteltjes gebruiken. Larixappels. Nou, dit is een super fijn materiaaltje. De steenijk heet dat. Dat droogt ook prachtig in. Dat koop ik op de veiling, of je moet het inderdaad in de bloemenzaak kopen. Dat is een heel mooi materiaal. En zilvermos. Dit gaat in zijn geheel op de krans. Draai ik ook zo'n draad omheen en dan zit het vast en droogt prachtig in. Nou, en dan krijg je een heel mooi stuk. Als het dan klaar is, dan ziet het er zo uit. Dus al die materiaaltjes verdeeld. Ik heb er nog een neprank op gehangen. Dus een rank met nepbesjes. Dus uiteindelijk blijft het stuk heel lang goed. En het leuke van zo'n constructie is, je kunt in januari bij wijze van spreken wat materiaaltjes die je niet mooi vindt eraf halen. En dan wat bollen er aanhangen. Dus ja, een potje met bollen. De grond eraf halen, bolletjes afspoelen en dan met een draadje die bollen eraan maken. Je kunt er eventueel vogelvoer nog weer in maken. En zo kun je in de Pasen zeg maar nog weer glaasjes ertussen hangen met allerlei kleine bloemetjes. Je hebt een langwerpige schaal. Daar heb ik twee blokjes oase in liggen op een soort van vuilniszakken. Maak ik even een klein soort van schaaltje, dat niet direct die hele houten schaal zo super nat wordt. Je zult het soms wel kapot steken, dan lekt er iets door, maar niet zo heel erg veel. Dus die vuilniszak leg ik op de schaal neer, de oase leg ik erop en dan maak ik die vuilniszak vast met kleine krammetjes. Kijk, dat vouw ik even netjes. Krammetje erin. Dan heb ik drie lange draden onder die vuilniszak gelegd. Zie je, op deze lengte, die zit hier onder die vuilniszak. Hier heb ik dat al gedaan. Dus hier leg ik dat onder. Pak ik takken. Berkentakken. Die buig ik als een soort hoefijzer. Die leg ik hier neer. Kunnen jullie het zien? Nee, kijk. En dan pak ik die ijzerdraad, die ik dus onder die vuilniszak had gehad, pak ik zo samen. Zie zo. Kijk, en dan krijg je dus dat het zo zit. Zien jullie dat? Nee. Ja? Je moet naar de camera. Ja. Ja? Ja. Nou, op deze manier doe ik een heel stel van die takken, dat doe ik nou niet, maar dan heb ik met het voorbeeldstuk wel gedaan, een heel stel takken, dat je aan die rand al een soort van nest hebt. Zo zitten die takken dus vast, met dat wikkeldraad. Nou, vervolgens heb ik twee kaarsen. Die zet ik erop en dan doe ik eigenlijk al een heel eenvoudig foefje, dan doe ik een paar prikkers omheen zetten, dat die kaars
op die plek blijf staan. Nou, dan heb ik een heleboel grote vormen. Waaronder een amaryllisbol, een baobabs. Kennen jullie dat? Baobabs. Daar werk ik heel veel mee. Ik vind het een geweldig materiaaltje. Heel mooi rustige vormen in je stuk. En eigenlijk niet dominant aanwezig, maar wel heel mooi rustig. Wat dennenappels. Andere mooie amaryllissen. Langwerpige dennenappels. Dan verwerk ik allereerst de grote vormen erin. Die grote dennenappels, die zet ik nou even stokjes omheen. Maar het handigste is eigenlijk om in zo'n grote dennenappel een soort van spijker te slaan. En dan een draad om die spijker heen te wikkelen en dan erin steken. Dan zit die mooi vast. In de amaryllis gaan twee stokken. Als je deze amaryllis verwerkt, dan gebruik ik eigenlijk altijd de achterkant van mijn mes. Maak ik een gat. En daar verwerk ik, daar steek ik de amaryllis in. Dus ik steek het altijd even voor. Als ik de amaryllis hoger verwerk, dan moet er ook altijd een stok in de amaryllis staan. Kijk, dus ik zet er een heleboel grote vormen in. In mijn stuk heb ik meer grote vormen. Ik laat even dit stapje maar zien. En dan steek ik er een heleboel groen tussen. Nou, weer die Noordman, hè. Dat is gewoon een heel mooi sterk groen. Leucothea. Lekker tuinachtig. Klim op mijn bes. Als ik hem dan helemaal gevuld heb, wat hij nu natuurlijk niet is, dan steek ik er eigenlijk aan het uiteinde twee takken in. En dan ga ik met andere takken daar een soort haarnetje overheen maken. Kijk, zo. En dan verbind ik deze naar die. Ja? En dan doe ik naar die kant ook. Zo. En dan verbind ik hem hierheen. En niet alleen eroverheen, maar ook horizontaal. En dan daar weer heen. Hier. En daarheen. Zo krijg je allemaal boogjes. Waar je vervolgens allemaal weer malersappeltjes aan op kunt hangen. Je moet hem zomaar eens van dichtbij bekijken. Dan kun je die constructie mooi zien van die takken. En dat maakt het een beetje wild. Nou, zo is mijn tuin ook. De vaste planten die staan hier in de borden allemaal zo en achter in de borden hoog. Nee, dat danst allemaal door elkaar heen. En dat zie je mijn bloemwerk eigenlijk terug. De amaryllis, deze is een hele bijzondere, de amaryllis tango. Geweldig mooi soort. De volgende is echt superstuk. Leuk om te maken, in ieder geval die dubbele ring. Maar ook datzelfde stuk dat ga ik vandaag maken met helleborusplantjes. Maar dat maak ik ook met Gaultheriaplantjes, die veenbesjes. Ik maak het met violen en in die zin bedoel ik eigenlijk een superstuk. Het is zo leuk om daar heel mooi los bloemwerk op te maken. Wat ga ik doen? Ik heb allereerst wat plantjes, waaronder die helleborus. En deze, en die heb ik gewikkeld in mos. Zie je, er zit een mos omheen, dus het potje eraf gehaald. In mos gewikkeld. En dat doe ik eigenlijk op deze zin.
Kijk, helemaal mos en dan ook erboven overheen. Nou, genoeg mos thuis te zien, hè? En als je het met viooltjes maakt, wat super leuk is, nou, dan moet je er echt met een gieter dagelijks bij. Nou ga ik die plantjes samen met oase op die krans draaien. Die oase, die heb ik in plastic verpakt, als een cadeautje, zeg maar. Die is nat. Die is nat. En die is, dat plastic, dat doe ik niet om dat water daarin te houden, want je steekt het helemaal lek. Maar dat doe ik dat het wikkeldraad niet door die oase heen gaat. Kijk, en ik gebruik ook alleen maar materialen die goed tegen droogte kunnen, dus die mooi indrogen. Dus zoals die abius, die droog prachtig in, die Noordman. Dan zet je er een plantje op. Kijk. Overheen. Neerleggen. Aantrekken. Overheen. Neerleggen. En aantrekken. Dan een klein stukje oase ertussen. Wikkel je hier ook nog mos omheen. Ja? Over dit hele stuk. Ja? Dan neem je takken. Dat leg je hier op dat mos neer. Ja? Dus doe het even snel, hè? Kunnen jullie het volgen? Ja. Wikkel jullie die takken dan heen. Tot dit punt. Ja? Dit laat je los. Dan neem je nog een aantal takken, nog een bosje. Dat doe je hier vast. Ja? Dat doe je hetzelfde aan die kant. En ook weer zo'n bosje. Nou, en die takken, die ga je dan van de ene naar de andere kant weer net zoals die bel, bij elkaar pakken met draadjes. Dus dan krijg je hier allemaal takken en hier zo'n baard daaronder. Ja? Dan steek je hier allemaal blad in, dat dat goed gevuld is. En dan maak je weer allerlei materiaaltjes met een draadje aan de takken vast, wat ik jullie zo straks met die bel heb laten zien. De kijk ik zo nog maar eens dichtbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Heb ik onderin ook weer witte baalraps gedaan, om dat witte van die helleborens weer meer hier terug te krijgen. Ja? Van hopranken genomen. Nou, dat kennen jullie wel, hè? Je kunt van die kransjes kopen, kant en klaar. Kun je in stukken knippen, dan heb je lange hopranken. Je moet ze niet te lang bewaren, want dan zijn ze een beetje, dan moet je ze eerst weer nat maken, willen ze een beetje soepel zijn. Die hopranken heb ik hieronder allemaal vastgemaakt. Dus dat je hier zeg maar, een boscage van die hopranken krijgt. Ook weer met die techniek. Draadje. Er omheen wikkelen. Maar er zijn geen echte hop. Ik bedoel geen hopranken die je bijvoorbeeld in de natuur hebt gevonden. Nee, ik haal nooit iets uit de natuur. Oh, nee? Nee. De helft in het ja. Nee, zijn cursisten die doen dat wel. Ja.
Ja, ja, die doen dat wel. Maar nee, ik, ja, weet je, dat vind ik dat ik dat niet kan maken. Maar wel, zeg maar, zoals die berkentakken. Dat is dan een afvalproduct eigenlijk. We hebben heel veel heide. En dan worden die berken afgehaald om die heide schoon te houden. En die gaan allemaal door de versnipperaar. Nou, daar haal ik wel. Voordat ze door de versnipperaar gaan, dan ga ik er even langs. Ik heb er een gekke dennenappel in gedaan. Dit is een geplakte variant. Al mijn kleine stukjes hebben ze aan elkaar gehaald. En hebben ze bij elkaar geplakt tot een ronde. Dus dat is niet een echte. Die heb ik erin verwerkt. Ik heb er nog eens even zo'n gekke kegel in verwerkt. Hè. Echt hout, dus geen glimmende kerstbouw, maar mooi mat. Puur natuur. Anis, Norman. Dennenappeltjes, maanappeltjes. En hortensia's. Hoe mooi zijn die nu? Geweldig, die bruine tint. Je kunt er misschien iets kopen overheen spuiten. Maar dat puur is juist zo mooi. Dan heb ik er één prachtige bottle in verwerkt. Daar hebben we een hele pergola vol. Dat is de Rosa Gift Case. Een snelgroeiende bottelroos. Vol met rode bottles die nu nog prachtig zijn. Nog een paar weken denk ik, dan is het gebeurd. Maar hoe leuk om in dat bloemwerk. Dus wat je vroeger vaak deed, is dat je een hele kleine krans rondop maakte. En allemaal met kleine stukje heel gelijkmatig. Zie je nu heel veel dat je een krans maar half op maakt. En dan met korte stukjes en dan soms ook heel iets langs de uit. Kijk, en bijvoorbeeld tot hier en dan ook heel iets langs daarheen. Ja? Kijk, dan krijg je het zo. Dat je hem dan ietsjes langer laat, dit ietsjes langer, dus dat je veel meer gaat springen, net zoals mijn springerige borden, hè? Eucalyptus. Allereerst heb ik zo'n pin, weet je niet, zo'n ijzeren ondergrondje, daar zit een pin aan. Heeft een man even een gaatje in die tak geboord, kun je dat hier zo opbevestigen. En dan heb ik eigenlijk een soort van boeket gemaakt van tijm en van berk. En dan wikkel ik hier bovenin vast. Malensappeltjes, mijn botteltjes, de dennenappels. Even hier om het wikkeldraad nog wat zilvermos. Ja, dan heb je prachtige versiering. Je kunt ook lampjes nog inhalen. Maar hoe leuk is dat. Ik heb dit wel gekocht, die malensappeltjes. Want zoveel malensappeltjes heb ik niet in de tuin. Het grappige is dat mijn malensappeltjes, de Red Sentinel, net een stuk kleiner zijn als deze. Die komen uit de Betuwe. Mooie kleigrond. Volgende. Je neemt een stuk draad. Ik doe met dit kleine draadje iets voor, maar ik heb een grotere draad zelf genomen. Deze die gaan we opbinden met materiaal. Wat Nordman. Wat Steenijk. Pinus. Kleine dennenappel, grote dennenappel. En dan beginnen we hier onderaan. Dakkansgewijs zetten we dan ons materiaal erop. Beetje groen, beetje steenijk. Dennenappel zet ik erop, hou ik vast. Draad eromheen, goed aantrekken. Weer wat groen. Deze manier. Dennenappel. Draad eromheen. Aantrekken. Weer wat groen. Naarmate ik hier kom, hier naar boven toe ga, dus ditzelfde doe ik verder. En naarmate ik naar boven ga, gebruik ik langere materialen. Kijk, ga ik dit doen. Zie je dat? En dan opdraaien. Larix bolletjes. En dan opdraaien.
dan werk ik tot hier. En dan zet ik er even een klokje tussen. Ja? En dan doe ik eigenlijk aan die kant precies hetzelfde. Dan krijg je een hele hoefijzer. Ik zal hem laten zien. Als ik dat hier vanavond zou moeten maken, dan werk ik natuurlijk niet. De hele voordeur kun je ermee bekleden. Hè? Zo leuk. Je neemt een stukje oase. Zie? Plastic eromheen. Doe ik altijd even gewoon extra. Zeker voor het stuk van vandaag, want ik ga het ook nog stapelen. Ik maak een vrij hoog stuk. Kijk, dan ga ik die zijkant bekleden met mos. Nou, dit is mos uit de tuin, hoor. Dit is dus inderdaad meer spachtum dan mos, hè? Kunnen jullie het allemaal goed zien nu? Ah, dit is ook leuk, hoor. Een klein stukje. Even klein wikkeldraadje. Wikkel je eromheen. Maak je vast. Eromheen. Vaak zijn die kleine stukjes nog moeilijker dan een groot stuk, hoor. Maar in ieder geval, die houtjes die gaan eromheen. Zien jullie dat? Op één punt ga ik net zo lang door met die houtjes totdat ik hier ben. Dan draai ik het draadje er nog een keertje omheen, maak ik het vast. Ja? Wat ik dan doe, is hier achter mos zetten. Dus dan gaat het iets kantelen, dus het gaat dan uit elkaar staan. Okay. Toen heb ik hier bovenin van alles ingestoken. Maar ja, dit is gewoon mijn tuin, hè? Dus al die flesjes, al die knoppen. Amaryllis heb ik gekocht. Heb ik even weer een gaatje voor geboord voordat ik die amaryllis erin steek, dat hij goed houdt vast heeft. Malensappeltjes, heerlijke kleurstelling. Je kunt er eventueel nog wat lampjes doorheen verwerken. Maar ook weer een basis. Na de kerst kun je in die basis weer van alles instijgen. Hoe leuk. Kijk, dan bevestig je met je wikkeldraad. Die kransjes zijn standaard. En als je ze dan een heel stel bij elkaar op een schaal zet, heb je gewoon super veel verzameling. Wat een beetje zo vintage-achtige schaal. Veel stel van die kransjes bij elkaar. Heel eenvoudig. Hier ook weer een beetje zilvermos, steeneik. Iets lager dat kransje. Hier dat asparagus, die gekke hippe asparagus die je nu heel veel ziet. Belletje erbij. Je zet er wat kaarsen bij. En je hebt een hartstikke leuk stuk. Wat ga ik op die krans doen? Elke keer een groepje draai ik. Dus ik begin hier een groepje, laat ik een tussenruimte over, doe ik weer een groepje. Tussenruimte over, weer een groepje. Heb ik zeker wanneer ik een grote krans maak, lang zoveel materiaal in nodig. Kijk, eerste groepje. Draai het op. Eerst even wat dennengroen. Wat eucalyptus, dus wikkeldraadje ermee, dennenappeltje. En dan blijf ik eigenlijk allemaal op dit punt. Dus hier heb ik dat wikkeldraad gedraaid van die dennengroen.
draai ik ook het wikkeldraad van die eucalyptus, maar ook van die dennenappel. Dat blijf ik op dat punt, dus ik glij niet naar beneden. Zo'n appeltje erbij, blijf ik op datzelfde punt. Doe er nog een klein beetje lavendel bij. Blijf ik op hetzelfde punt. Dan knip ik even dit hier weg. Zie je dat? Ja? Zie? Kijk, en dan zie je dus dat wikkeldraad hier wel. Maar dat is op zich niet zo heel erg. Je kunt dat ook eventueel nog ietsjes afdekken met wat mos. Maar vaak kun je het zo wikkelen dat die appeltjes er net overheen vallen. Dan ga je met je wikkeldraad iets verder. Tot dat punt. En dan doe je het volgende groepje. Zie je? Alles wijst die kant op. Dus ik ga niet in één keer zo werken. Nee, alles wijst die kant op. En dan maak ik dat groepje passend bij dat vorige groepje, maar net iets anders. Dus bijvoorbeeld een rozenbotteltje erbij, of in plaats van de ronde dennenappel, de langwerpige dennenappel. Maar in principe hetzelfde. Nou, doe ik weer een stukje samen vrijlaten, het volgende groepje. En zo werk ik hem eigenlijk af, met heel veel groepjes. Grote krantjes te doen, hè, voor de mensen die bij mij op de cursus komen. Makkelijk te maken, er zit niet al te veel materiaal in. Gewoon grappig om je aan je deur te hebben, toch? Mijn man geeft ik aan de opdracht. Zet dan even een stammetje voor me met een latje erop. Dan heb ik zo'n bakje met oase erop, natte oase. Zorg ik met mos, dat kram ik hierin, dat dat mos over mijn plankje heen hangt en over dat plasticje heen hangt, hè, helemaal rondomheen. Ik zorg even dat ik pinnetjes hier in die oase heb gedaan, zie je dat? Dus dan kan ik even dat wikkeldraad er weer overheen wikkelen, hè? Dat niet door die oase heen glijdt. Kijk, en dan ga ik hier takken tegenaan zetten. Zie je dat? Hier heb ik takken tegenaan gezet. Dat doe ik hier helemaal omheen. En dan wikkel ik dat flink stevig aan. Goed aantrekken. Ja? Dan ga ik die takken op een gegeven moment buigen. En dat komt als het ware hier op deze wijze vast te zitten. Dan heb ik van ijzer een ijzertje gemaakt. Dat heb ik omwikkeld met mos. Dat hou ik hier. Dus die takken, die buig ik, zeg als die van hier komen. Dan buig ik die en die maak ik hier met zo'n klein wikkeldraadje aan vast. Dus het is een soort vlechtwerk. Dus eerst rondomheen takken vastmaken. Dan zet je dit erop. En dan buig ik die takken allemaal dat dat zo wordt. Zo. Je ziet dus onder die takkenmand. Nou, dat is mijn passie. Ik vind het zo gaaf dat ik van niks zo'n tuinvaas kan maken. Dan heb ik er weer vrij grote vormen al in gezet. Heb ik jullie al eerder verteld, met dat langwerpige stuk. Eerst die amaryllis erin, wat dennenappels erin, wat baobabs erin, dat je die vormen er even goed in krijgt. Vervolgens daar wat groen tussen gezet. Dan heb je een beetje een stijf ovaaltje. En dan mooi met die bessen eruit, met asparagus eruit. Kijk, dat ringetje ga ik takken op bevestigen. Berkentakken. Eerst een paar lang. Draadje eromheen. Zie je dat? Dan kruis ik dat draadje. Dan trek ik en al trekkende draai ik. Kruisen, draaien. Als dat niet goed vast zit, draai ik dat met een kleine combinatietang nog iets aan.
Kijk, als die grote erop zitten, zeg maar, dan kan ik met die kleintjes het wel vol maken. Dus dan wordt het helemaal een vol dingetje, zou ik maar zeggen. Ik heb allereerst ook nog even hier mos omgewikkeld. Als ik dat klaar heb, dan heb ik zo'n constructie gemaakt en dan bevestig ik dit hier aan. En wat krijg je dan? Dat zie je heel veel, moet je maar eens opletten. In boomblaren en ook als decoratie kun je op het ogenblik dit soort standaards kopen. Bijvoorbeeld met een houten schijf of met een houten krans. Ja, dat is iets wat je heel veel ziet, dus daar heb ik op ingespeeld. Dus dit met allemaal houtjes bevestig ik hierop. En dan bevestig ik daar bovenop deze. Die zet ik hier vast. Aan alle zijkanten doe ik even zo'n pinnetje doorheen. Zie je dat? Dan kan ik namelijk met het wikkeldraadje hier weer onderheen, hier overheen, kan ik hem vastzetten. Gaat heel goed. Ga ik zo. Zo. En hier vastzetten. En dan maak ik hem op. En dan in het najaar heb ik dat met dahlia's gedaan. En nu heb ik dat met dadels en andere kerstmaterialen gedaan. Heb je een hartstikke leuk stuk. Niks, geen kerstballetjes erin, wat glimt of kitselige materialen. Gewoon mooi puur materialen. Heel eenvoudig eigenlijk. Dus ja, je kunt of heel uitbundig te werk gaan, of heel zomer houden. En ook weer in ondergrond. In januari of in het voorjaar maak je weer het hele goed. Ja. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb. En wie weet, tot ziens. Hele fijne dagen. Dank je wel.